Ja, zwaar is het. Hallo, mag ik alsjeblieft? Anders niet. Bijvoorbeeld zo 3. Flesjes al mee. Bosse. Wortelen. Ik ben zo. Ja? Oh, ik kan maar van Loes geleerd. Kent u Loes? Die aubergines. En hoe was deze oefening voor jou? Stop maar, Kevin. Ik wil ook wel tegen de groep zeggen. Wie ademt er nu niet door? Nu Kevin zo staat te stotteren. Oké. Kevin zit vast. Probeer allemaal door te ademen. Daar help je Kevin mee. Hebben jullie ook wel eens dat je dan, want je wil eigenlijk cola, dat je dat niet kan zeggen en dat je dan maar sidas neemt? Ja, maar dan gaat het wel meestal om dingen die ik allebei wel wil, maar dan ben ik aan het twijfelen. Nou ja, dan bepaalt het gewoon, mijn stotteren bepaalt dan wat ik ga eten. Ja, dat is heel flauw, dat heb ik ook, want ik wou eigenlijk dan dat niet en dan dat. Maar dan denk je, nou, als ik dat moet gaan zeggen, bijvoorbeeld aspergesoep of zo weet je, met die klinker vooraan. Dan weet ik al, oké, ik neem een tomatensoep. Iedereen wil dat mensen hem of haar leuk vinden. Je wilt altijd wel in de groep. Dus daar is sowieso al soms wel spanning. Soms gaan we linksaf, dan weer rechtsaf. Of op en neer. Of op en neer. Dat spreken stelt geen zak voor. Dat spreken stelt geen zak voor. We doen het gewoon. We doen het gewoon. Ja. Ja. Als je 20 stotterende personen hebt, heb je 20 manieren van stotteren. Heb je 20 manieren om je stotteren meer makkelijk te maken, meer communicatief te maken. Het is meer een puzzeltje. Het is niet van dit is het, maar het is een puzzel die we samen aan het oplossen zijn. I know I want you, I know I need you now.